Met het thema kunnen zijn wie je bent is er hier 7 dagen lang gefeest, gedanst en uiteraard ook gewerkt geweest met 200 projecten voor het goede doel in de warmste week. Mechelen was dit keer de gaststad voor hier achter mij de DWD Radio. En daar ga ik een samenvatting van maken. Blij dat je afgestemd blijft op mijn videokanaal Samen op weg met Eddy. 7 dagen lang is er hier achter mij bij DWW Radio van alles georganiseerd geweest. Duizenden mensen zijn hier langs geweest, hebben gedanst, hebben gezongen, maar vooral ook het goede doel gesteund van de warmste week 2021. Ik zou zeggen, we gaan nu kijken naar de laatste 2 dagen, een samenvatting althans van dag 6 en dag 7. Ik zie je straks terug op het einde van de video. Je gaat echt de schrijnende verhalen blijven horen en heel veel bands die mensen goed vinden gaan niet meer kunnen doen wat ze doen. Dat wordt ineens een weekendjob gaat dat worden en dat is echt heel spijtig. Dat gaat denk ik, ja, 1 keer te laat is te laat. Ook. Ja. Niet meer, je kunt de klok niet meer terugdraaien, ook niet. Christmas is finally here, it's been a long, 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 long year. Hier achter mij zie je de DWW Radio Studio en daar wordt zo dadelijk voor de laatste maal in deze warmste week 2021 nogmaals volop gedanst. Het zal hier daveren op het ponton hier achter mij en daar gaan we nu naar kijken. We gaan voor de warmste week alles hier in vuur en vlam zetten samen met onze B-boys. Dat is waarschijnlijk de enige corona-editie van de warmste week ooit.
waardoor er natuurlijk wel wat minder activiteiten waren in onze stad dan normaal. Maar niettemin hebben we toch echt gezien dat in de loop van de week, de warmste week, echt ja, het hart en de geesten van de Mechelaars hebben ingepalmd. En dat was heel duidelijk zichtbaar bijvoorbeeld op de Grote Markt, elke dag met het ontsteken van de vlam door een van de organisaties die een project hadden, waar er toch wel wat mensen op afkwamen en waar je gewoon de emoties voelde en zag. Er is ook heel veel georganiseerd. Ook met de stad hebben wij heel veel inspanningen gedaan. Heel veel medewerkers hebben zelf iets op poten gezet. Waardoor we toch een heel mooi bedrag hebben kunnen bij elkaar brengen. Ja. We hebben 43.617,81 euro ingezameld. Een schitterend bedrag. Daar is heel veel en heel hard aan gewerkt door heel veel mensen in de stad. Dat is toch wel een mooi bedrag waar we fier op zijn. En dat we met plezier schenken aan de 200 projecten in Vlaanderen. Goedemorgen Bart Peters, pak je microfoon erbij. Hey, hallo. Dag Peter. Hallo. Hoe is het? Goed. Het is eerlijk gezegd warm in de warmste week. Komt dat nu door de warmste week of komt dat omdat Frank de Bozer op ons goed gezien is vandaag? Alleen van jou geeft het. Van 1 uur tussen 4 uur en 5 uur. En dan komt er echt een eind aan deze warmste week. Een fantastische warmste week. Zeker en vast in Mechelen. Want Mechelen heeft sowieso al een warm hart. Ik zou zeggen mensen, blijf mijn kanaal volgen. Abonneer je en een duimpje omhoog is uiteraard fantastisch. Tot de volgende keer. Tot de volgende video. Bye. Be okay. Come on. Copan's coming over. Yeah. Suspicious party.